denk dat Willem wil blijven leven. Dus ik denk dat Willem niet tegen hem ingaat, anders schieten we hem gewoon neer. Ja, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Den, oftewel de Rotjoch. Welkom weer terug bij een nieuwe video in Mindtopia. Wauw, mijn intro op Mindtopia is echt prachtig. In ieder geval, jongens, zoals jullie kunnen zien, sta ik op een oh zo mooie club. Hij is mooi, hij is lekker. Ik kan lekker zwemmen hier. Oh, wat mooi. En vandaag gaan we even iets bijzonders doen. Want ik ga jullie vertellen over mijn geheime plannetje tegen de nieuwe generatie. Want zoals jullie weten, als je het niet weet, moet je de vorige video maar even kijken. Ben ik bedreigd met mijn Red Street door vreemde mensen. Dat ik heb het raampje kunnen oplappen. Steentje kunnen weghalen uiteindelijk. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik was bedreigd dat de nieuwe generatie mij zou komen halen of anders. Dat is een heel leuk dreigbriefje. Even kijken, heb ik hem nog steeds? Volgens mij heb ik hem niet meer. Dus waar zit hem? Ja, jouw tijd is geweest, maar dat jij en je neppe Red Street gaan eraan. Wees gewaarschuwd, we komen voor je. Bladibla. Wij zijn de nieuwe leiders van Mindtopia. En ik moet 100.000 euro cash betalen in de lantaarnpaal. En dat moet vandaag. Maar daar heb ik natuurlijk geen zin in. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Ja, dikke duwie. Ik ga dus reageren. Je kan de pot op. Met je rotkop. Klaar. Done. Je kan de pot op met je rotkop. Dan ga ik in de brievenbus plaatsen daar. Of eigenlijk waar die moet komen. En dan zien ze wel dat ik aangekomen ben. Dus misschien word ik in de gaten gehouden. Dat is dus mijn hele plan. Ik denk dat ik wel in de gaten gehouden word de hele tijd nu door de nieuwe generatie. Dus me in de gaten houden. Ik heb eigenlijk nog geen idee wie het is. Want ik zie wel laatst een paar gasten lopen in het zwart. Maar dat kunnen ook beveiligers zijn. Ik weet het allemaal niet. In ieder geval, wat ik ga doen. Ik ga naar die paal lopen. Naast de loterij waar ik moet zijn. Daar drop ik mijn boekje in. Met je kan de pot op. Gewoon puur voor de fuck you gewoon. En dan gaan we kijken. Ik ga samen met mijn vrienden kijken. Of met mijn vrienden. Met mijn crewmembers. Oh, daar komt er een aan. Met mijn crewmembers. Wat we hiermee gaan doen met die oude viespeuken. Degene die wij willen aanpakken. En als ze dan in die kist gaan komen kijken. Of in die lantaarnpaal. Weten we wie het is. Dan vermoorden we ze gewoon. Gewoon op de spot. Gewoon liquideren we ze. Daar doen we geen moeite over. Dat gaan we gewoon doen. Dus dat ga ik meteen doen. Meteen actie ondernemen. We gaan gewoon pa 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 pat boem bat ze tegenaan. Hartstikke fijn allemaal. Dus ik ga even naar die lantaarnpaal. Alleen lopen mensen achter me aan. Dat is best wel vervelend. Doe eens even niet. Want ik ben met een plannetje bezig. Want niet iedereen hoeft te zien wat ik doe. Oh god. Is hier druk, man. Doe eens even niet. Nou goed. Hier is dus de loterij. Hier moet ik zijn. En dan gaan we eens even een kijkje nemen in de loterij. Hé, daar loopt Sheriffing. Oude boef. Hè? Boef. Die is het mij gestolen toen. Dan doe ik mijn boek en quill in. Hartstikke mooi. Laat ik er lekker even in zitten. Dus ik heb het gedropt. Ik denk dat het nu bekeken wordt. Dus misschien is het wel Sheriffing. Die boos dat ik hem toen ontslagen had en zo. En dat ik hem aangeklaagd heb. Misschien is hij het wel degene die me bedreigd heeft. Maar ja, als hij het is. Want hij zat wel te kijken naar mij hoe ik dit aan het doen was. En toen ik aankwam, ging hij meteen het hoekje om. En nu is hij niet meer hier. Volgens mij zit hij te shiften gewoon. Volgens mij is hij het gewoon. Huh. Hij ging meteen shiften en je ziet hem aan het bangen aan het doen. Misschien is hij wel degene. Nou goed, ik heb het boekje gedropt. Dat is wat ik eigenlijk wilde doen. Dus ik vond het vanaf nu gaan we in de gaten houden wie wat aan het doen is. Dus ik ga meteen weg hier, want ik heb geen zin om geambushed te worden ofzo. Dus ik ga lekker weg. En ja, ik heb geen zin in onzin. Dus ik ga lekker mijn huisje in nu. Want daar, de Fantastic 5 woning, daar moet ik ook even regelen. Ik moet even kijken of ik het cash wil ik even bij me dragen. Want de laatste draag ik geen cash meer in verband met overvallen. Want mensen denken, ik ben natuurlijk niet bang voor die gasten. Maar ik heb geen zin om overvallen te worden en geld eraan kwijt te raken. Dus bij deze heb ik nog maar geen cash bij me. Maar ik heb zelf weer zin om even wat cash bij me te hebben. Is wel even weer zo slim. Dus ik ga even mijn huisje in. Even checken hoe en wat en zus en zo. Eens even kijken. Hier nog een chest. Die zijn mijn pickaxes. Mijn plotte rotjochie van de gameafdeling. Oh ja. Dat is heel belangrijk. Vitamines. Mijn maskertje. Dit heb ik nodig. Oké. Okay. Even wat cash. Ik doe even 10.000 cash. Neem ik mee. Vind ik wel goed voor nu. 10.000 cash. Dan ik mijn leven. Ik heb 10 rode blokjes. Die moet ik geven aan B. Koning. Want B. Koning die wil namelijk dat ik rode blokken voor hem betaal. Dus dat heb ik ook beloofd aan. Dus dat ga ik zeker even doen. Goed, dan ga ik even richting B. Koning. Dat is even slim. Dylan, Dylan. Oh, fuck, yo. Willem. Oké, sorry. Hé, je kent me nog, toch? Ja, tuurlijk, Willem. Tuurlijk. Oké, kan ik binnenkomen? Ik heb eigenlijk een heel klein beetje groot probleem. Tuurlijk, kom lekker binnen, joh. Oké, oké, laat ik even beginnen. Ik kreeg deze brief in mijn brievenbus. Oké, kalm. Eens even kijken. Hallo, B. de Wils. U heeft 12-10-15... U heeft op 12-10-15, u zou op 17-15. Oké, dat klopt dan niet. Maar u zou eerst de betaling moeten doen. Maar die is nooit gedaan. Daarom is nu een belasting gelegd op het bedrijf waar u mede-eigenaar van bent. Dat kan niet. Ja.
Dat kan niet. Nee, dat zei ik ook al. Dat is niet jouw plot. Een campus open na het volledige bedrag van 50.000 is voldaan. Lukt niet binnen 7 werkdagen wordt het gebouwspot verkocht. Om zo toch terug te kunnen betalen. Duffy van de bank. Ja, Duffy is heel simpel, kort de metten. Ja, nee, klopt. Maar weet je wat het is? Ik was uit het systeem gehaald. Ja. Dat is het stomste. Ze hadden 2 weken geleden of zo, hadden ze iedereen berichten gestuurd die in de schulden stond. Betaal af, anders gaan we maatregelen treffen. Ik stond niet op dat lijstje. En toen dacht ik, ja, maar ik had toch een lening. Maar je weet toch ook zelf dat je moet betalen. Ja, eigenlijk. Klopt. Dus daarom was ik erheen gegaan. En ik vroeg van, hey, hoe zit dat nou precies? Toen zeiden ze van, nou oké, fijn dat je naar ons toe bent gegaan. We zullen er gewoon een beetje soepel voor je aanpakken. Maar ik kom online en nu een keer dit. Ze eisen dat ik vandaag 50.000 betaal. Ja. Ja, en jouw vraag is dus waarom je hier komt. Ik denk nou, dat het ik heb zelf 10.000. Kan ik misschien 40.000 lenen? Zo, ik ken je niet zo heel goed. Ik ken je een beetje. Maar reken, wil je 40.000 lenen van me? Ja, nou, je weet dat ik betrouwbaar ben. Want ik heb geholpen met je bedrijf. Er zit een hele korting overheen. Ik ben barman bij jou geweest. Ja. En ik kan heel veel voor je betekenen in Sunnyville. Want ik ben daar rechter. Oké, wacht, voordat we het hier gaan bespreken, want dit is natuurlijk Fantastic Five verbouw. Ja, gaan klopt. Wat we gaan doen? Oké, we gaan even een deeltje sluiten, ja? Even een belangrijke, gevaarlijke deal. Nou, gevaarlijk niet hoor, het komt allemaal wel goed. Maar ik wil even een deeltje met je sluiten. Even kijken hoor, 50k, dat zou dan 40k, hè? Ja, goed, 10 blokken zijn we vandaag. Dus ja, komt goed. Kom er maar mee, dan gaan we even dat bespreken met z'n tweeën. En ik wil niet dat iedereen het hoort, dus we hebben 1 plekje daarvoor. Ja, want ik kan natuurlijk ook niet voor mijn eigen reputatie, zeg maar, dat ik dan corrupt gelijk al op de markt kom, zeg maar. Nee, natuurlijk niet. Dat is echt niet goed. Nee. Klopt. Ja, goed, het is stom, het is kloten. En Etol die dan? Kan hij niet helpen, want ik ben niet echt... Hij heeft alles afbetaald en hij is de afgelopen week op vakantie gegaan, lekker voor zijn geld. En ik gun ik hem ook, want we hebben heel erg hard gewerkt. Maar weet je wat het is? Ik wil het heus wel afbetalen. Ik kan het ook wel afbetalen met de inkomen die ik krijg, maar nu, ik kan niet bij mijn documenten die er binnen liggen. Ah, dat is kloten. Dus ik kan niks doen, dus ik kan geen geld verdienen. Dus ja. Ja, goed. Wat we gaan doen, we gaan even lekker rustig naar mijn plekje waar we kunnen praten. Ja. Niemand die het hoort, niemand die het ziet. Het is een... Ja, dat de mooie zaal van jou, toch? Ja, dat is een mooie zaal. Ben je al eerder geweest? Ja. Oh, je hebt gemaakt natuurlijk. Ik weet precies waar alles zit. Ik weet elk geheimje van jouw... Van mijn gebouwtjes. Helemaal goed. Dus we gaan even naar boven toe. Oh, dat is wel fijn, hoor. Ik wist gewoon echt niet wat ik moest gaan doen. En toen dacht ik van, ja, naar wie zal ik als eerste moeten gaan? En ja, jij was de enige die dacht van, nou, die zou misschien wel willen doen. Ja, precies. Ja, goed, Willem. Ja. We beginnen meteen eigenlijk deur in huis. Waarom zou ik jou geld willen lenen? Want je hebt mijn huis gebouwd, helemaal leuk, maar verder? Ja, jij weet dat ik betrouwbaar ben en het gewoon terug kan betalen. En ook in Sunnyville vooral, ik ben rechter en ik zal heel eerlijk zijn, ik weet van jou en Gijs. Ja, dat weet ik. Oké, je weet van mij en Gijs? Wat bedoel je van wat weet je van mij en Gijs? Lala en je weet het wel. Ik weet helemaal niks van Lala. Wat is Lala? Ik weet, Dylan, jij bent de eigenaar van de maffia. En Gijs hield erbij. Maar dat is niet erg, want ik begrijp dat. En ik neem het, al is aan... Het, is dit nou een kleine dreigement? Nee, het is geen dreigement. Rustig maar. Dit is meer even een tegemoetkoming meer. Ik word zometeen rechter in Sunnyville. En ik weet zeker dat jullie vast wel plannetjes hebben daar. Ja, zeker weten. Ik kan gewoon heus wel een paar keer door de vingers heen kijken, hoor. Als er dan iemand naar me toe komt... Oh, ik heb camerabewijs. Oh, nee, okay. Ik viel in de sloot. Welk camerabewijs? Dat is allemaal verpest. Oh, dat is een hele goeie. Dus zodra jij rechter bent, de eerste paar... Je gaat eigenlijk in onze kant staan, dus eigenlijk kom ik daar best wel vrij spel. Ja, maar het moet wel een beetje onder ons blijven. Want het kan echt niet dat dit naar buiten komt van... Oh, Willem de corrupte rechter. Want ik sta op het moment sta ik wel gewoon als een betrouwbaar persoon bekend. En dat wil ik echt niet verkloten. Dat is prima. Dan zorgen we ervoor dat... Dat is een goede deal. Maar wanneer ga je dan terugbetalen überhaupt het geld? Nou, dat is zo snel mogelijk. Ik weet zeker, binnen 2 weken kan ik... Elke 2 weken kan ik 4.000 geven. En als het sneller kan, doe ik het sneller. Even kijken hoor. Dus binnen 2 weken... Weet je wat? Ik geef je tot eind december. Eind december moet ik de 40.000 af hebben betaald. Dat lukt. Ja, dat kan. Ja, dat gaat je lukken? Dat gaat me lukken. Oké. 40.000 waar, hè? Ja, en anders kom ik bij jou werken en weet ik wat... 15, 15, ja. 20, 25, 30, 35, 40.000 euro... Oh. Aan lening. Willem, ja. Wat belangrijk is, dat weet ik zeker, want je weet dus zoals je zegt, je denkt dat je weet wat ik kan en wie ik ben. Je denkt dat ik weet genoeg. Genoeg? Maar dan heb je dus ook wel door dat het niet slim is om mij te crossen. Dat je niet slim is om weet tegen ik mij daarom. Te gaan. Ja, maar ik sta toch ook in de hele stad, sta ik ook bekend als de meest eerlijke gozer die er is. En daarom ben ik ook rechter geworden daar. Gelukkig. Goed, dan houden we dit onder ons. Ja. Laat ik je gewoon naar buiten lopen. Ik blijf hier nog wel even staan.
Ja, is goed. Heel erg bedankt. Op het einde van december. Daar maak ik geen contract van. Want ik ga niet met de politie ermee. Ik wil gewoon. Is... Jij gaat me terugbetalen. Dus doe je het niet. Dan weet je heel simpel wat er gaat gebeuren. Ja, don't fuck met de maffia, zeg maar. Ik snap dan het. Dan komt er misschien een Lala langs. Oké, okay, nou, Dylan, heel erg bedankt in ieder geval. En ja, je zal terug krijgen allemaal. Prima. Oh, ja, nou bedankt. Nou, graag gedaan. Dan spreek je nog wel een keer. Heel goed. Nou, doei je. Doeg. Zo. Oké, dat was random. Dat is even lastig. Goed, hij weet dus inderdaad dat ik de maffia ben, maar dat had hij denk ik ook wel verwacht, want hij moest voor mij natuurlijk de wapenkamer of mijn drugslaboratorium binnenkort van Gijs, moest hij ons hier beneden bouwen. Dus hij heeft geredeneerd en hij snapt dat wij de maffia zijn natuurlijk. Dat is geen probleem, hij is ook een rechter. En hij is niet dom. Willem is een slimme gozer, die heeft dus wel door van, nou goed, als ik ooit iets erop vermeld dat hij de maffia zijn, of Lala en Tinky Winky zijn, gaat hij een kogeltje koppen. En dat wil hij denk ik niet. Ik denk dat Willem wil blijven leven. Dus ik denk dat Willem niet tegen me ingaat, anders schieten we hem gewoon neer. Dus dat is heel erg goed dat Willem dat wil doen. En, het is heel simpel, die 40.000 krijg ik dus uiteindelijk terug. Aan het einde van december pas. Het is wel even wat een boel geld dat ik mis. Maar, ik heb eigenlijk vrijwel nu vrij spel in Sunnyvale geregeld voor mezelf. Voor mij en de maffia. Want ik bedoel, hey, mijn rechterhand van de maffia, Gijs, is de owner van de bank. Mijn vriend nu, Willem, is degene die gaat bepalen over de criminelen. Dat is de rechter. Zo komen we erg ver. Ik heb met Kevin een paar leuke woordjes gesproken. Ik bedoel, de Fantastic Five is in Mindtopia natuurlijk de machtigste. Ik zit wel lekker hier, hoor. Ik heb best wel een pittige machtspositie die ik hier aan het houden ben. Het gaat hartstikke lekker. Het gaat hartstikke goed. In ieder geval, mensen. Vind je het hartstikke tof wat ik aan het doen ben op mijn kanaal? Wat vind je nog steeds leuk in mijn roleplay? Laat even weten beneden in de comments hier beneden. Dat zou ik hartstikke tof vinden. Willem, ik wil je bedanken voor het meedoen. Ja, graag gedaan hoor. Ik vind het leuk. Helemaal goed. Zijn kanaal staat beneden in de beschrijving. Neem zeker even een kijkje op BD Wills. Big Dicky Willy. Hartstikke fijn jongens. In ieder geval mensen, vond je het een leuke video? Laat even lekker een blauw duimpje achter omhoog als jullie het awesome vinden. Gaan we een keer kijken of we de 5000 likes kunnen halen. Het zou hartstikke tof zijn, hartstikke awesome. Laat het proberen, want jullie kunnen dit. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat hem als het ziens en... Peace. Oh my, feels just like I don't try.